vandaag en elke dag staan we op en spreken ons uit tegen armoede. We zullen dit blijven doen totdat armoede verdwenen is. Wanneer had jij nou voor de laatste keer honger? Nou, vanochtend, ik had niet ontbeten. Nee, maar dat is iets anders. Hè? Nee, dat is fucked up. Toen ik de auto instapte, bedacht ik me dat ik nog niet had ontbeten en toen had ik honger. Ik heb nooit echt honger gehad. Een trek of zo, denk ik. Nou, dat vind ik gelul, want honger kennen we allemaal, zeg maar. Maar het gevoel wat de mensen daar hebben, dat kennen we niet. En dat is honger plus, denk ik. En daar moet nog een woord voor bedacht worden. 3, 2, 1, go! Ben jij een beetje zuinig iemand? Ik haal ook geregeld bij de boer in de buurt. Omdat je ook, ik ook geplaatst hebt als je bananen bijvoorbeeld... Of nou goed, bananen is dan een slecht voorbeeld, omdat die niet bij de boer om de hoek groeien. Maar... Ik woon samen, ben ik begonnen met gewoon... 2 dagen bijvoorbeeld soms hetzelfde te eten. Bijvoorbeeld eergisteren had ik een hele grote pan macaroni gemaakt. En dat eet ik dan 2 dagen. Mijn buurvrouw heeft een moestuin, daar krijg ik ook af en toe wat uit. En dat smaakt ook altijd heel erg fijn. Heel goed, Mike Leert nog steeds in eerste positie. Sidney Pielstrom als tweede. En Carla van Lille heeft bemoeid. We hebben eerst last van een kredietcrisis. Wat vind je er dan van? Nou ja, ik bedoel, je kunt blijven kopen. En dat wordt je ook heel erg aangeraden van alle kanten. En het is niet zo heel erg raar dat we dan nu allemaal op de bladen moeten zitten. Dus ik vind het eigenlijk wel... Eigen schuld, dikke bult. Dat is fucked up. En ik zit ook wel eens te denken van, waarom is er wel, wat was het, 16, 18 miljard of zo om Fortis te redden? Ja, waarom is dat er wel? En volgens mij geven we dat in Europa nog niet aan ontwikkelingssamenwerking. Ja, daar kun je heel lang over discussiëren, maar heel simpel, het is gewoon top dat het gebeurt. Denk ik. Uiteindelijk... Dat geld had je daadje naar zo'n winkelwagentje van kunnen vullen vandaag met eten. Ja, en als je van dat geld een winkelwagen had gevuld, dan was hier de economie aardig ingestort. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Die Ramon Beuker, dat is zo'n vitale jongen. Hij had volgens mij zijn wagentje gepimpt ook stiekem. Die had een beetje zijn wieltjes gesmeerd en zo.